Nationale Ontwikkelingsbank houdt workshops voor studenten betreffende scholarships. BOG verhoogt controles op vakantieoorden. En minimumloon in Venezuela wederom verhoogd. Goedenavond, dames en heren. Het journaal op maandag 3 juli. De Nationale Ontwikkelingsbank kijkt uit naar de jongeren die gebruik zullen maken van de scholarships. Afgelopen week is de NOB in samenwerking met de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Interdevelopment Bank gestart met een reeks van workshops voor studenten. Dit om hun sneller in aanmerking te doen komen voor een scholarship. Vandaag is de laatste dag geweest van de workshops. Wonnie Boedhoe, directeur van de NOB, merkt op dat veel studenten geen gebruik maken van de aangeboden beurzen van bevriende naties. Zij vindt het jammer omdat Suriname wel kans maakt op beurzen in diverse gebieden. Wij zijn begonnen om studenten een financiering te geven om te kunnen studeren. En we hebben heel vaak gehoord dat beurzen onbenut blijven in Suriname, dat studenten gewoon geen gebruik van maken. Dus in principe is er een stukje onbekendheid, dat is één. Twee, een heleboel van onze studenten hebben niet de capaciteiten om te kunnen meedoen met de beurs, om te applyen, want er zijn natuurlijk voorwaarden als een essay schrijven, een motivational letter schrijven, aangeven waarom je wel heel graag die beurs wil hebben. En daar schort het aan. Komt vaak voor dat het is eigenlijk bijna een competition. Je beurs betekent dat wanneer er 600 beurzen beschikbaar is en je applyt, dan ben je een van de 40.000-50.000 die dat doet. En dan moeten je documenten natuurlijk wel goed zijn. Wil je dat natuurlijk wel in aanmerking komen. En om ervoor te zorgen dat onze studenten, zeg maar, de slagingskansen, de mogelijkheden om wel in aanmerking te kunnen komen voor die beurs, dat die groter worden, hebben wij besloten om dit samen te doen. Diverse sprekers benadrukten dat een aanvraag doen voor een beurs zelfonderzoek vereist. Instituten in Suriname bieden die informatie zelden of nooit, zegt Alida Sederboom. Zij heeft zelf onderzoek moeten doen en dat is niet altijd leuk, vooral als er voor de sluitingsdatum van een aanvraag de keus van de studie moet worden gevonden. Voor Sederboom en senior Rozenblad hebben de workshops hen op weg geholpen. Zelf op zoek gaan is een alternatief. Maar wat ik minder vond is dat vanuit de universiteit aan de student dat niet zoveel wordt geaccommodeerd. En verder genoeg, het hele begeleiden naar zo'n scholarship is ook heel erg zwaar, omdat we zelf niet veel van wisten. Facebook is een goed platform om informatie te halen en zelf contact maken met OAS. Ik weet wel nu wat ik verder moet doen om juist in het buitenland te studeren. En dus je krijgt wel veel informatie hier over wat je verder moet doen. En ik adviseer juist om te do your research, basically. Omdat je had echt niet ergens kunnen gaan als je je research niet doet erop. Maar het is moeilijk, vind ik. Gwendoline Ver is speciaal de workshops komen bijwonen voor haar dochter die de centrale toets maakt. Als moeder had ze het voorover omdat haar dochter zelf de informatie over de workshop is gaan opzoeken. Ver is leerkracht en heeft ook veel opgestoken van de verschillende workshops. Ik zit zelf in het onderwijs, dus ik moest verlof nemen. En ik ga u eerlijk zeggen, ik heb mijn leerlingen daar op school voorbereid van luister. Ik ben niet ziek hoor, maar ik ben met verlof en ik heb ze het verhaal verteld. Want ik moet ze ook aan mijn hand hebben. En ik ga zeker bepaalde dingen toepassen bij hun. Het schrijven. Want onze leerlingen schrijven heel weinig. Het momentje een opdracht geeft. Maar ik ben lui hoor. Vandaar dat ze niet echt flink uit hun woorden komen. Dus ik heb heel veel meegenomen. De Career Development for Scholarships Abroad Workshop is de eerste pilot van de Nationale Ontwikkelingsbank en de Organisatie
van Amerikaanse staten. De inspectie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg bij de diverse vakantieoorden loopt vlot. Dit laat het BOG weten. De oorden worden regelmatig aangedaan, maar kort voor de grote vakantie worden er extra inspectieprojecten gedraaid om zo de kwaliteit en veiligheid te controleren. Bij constateringen van oneffenheden wordt er gelijk in samenspraak met overige actoren maatregelen getroffen. Tot nu toe worden alle oorden aangedaan. Na goedkeuring wordt er ook een bewijs achtergelaten, waardoor de bezoeker gelijk kan uitmaken of het oord aan de veiligheidsvoorwaarden voldoet. Hiermee wil het BOG mogelijke calamiteiten voorkomen. Vakantieoorden met zwemgelegenheid dienen zich aan strenge regels te houden en dienen hun oorden ook van de nodige faciliteiten te voorzien. Suriname staat bekend om de vele vakantieoorden die in een grote vakantie druk worden bezocht. Het BOG houdt zich bezig met de inspectie van de oorden met de nadruk op onder andere de kwaliteit van het drinkwater en de zwemgelegenheden, veiligheid van de keukens en sanitaire voorzieningen. Ook wordt er nagegaan welke maatregelen vanuit zo'n vakantieoord worden getroffen bij eventuele ongelukken. In deze wordt er een beroep op een ieder gedaan om zelf ook te controleren of de gekozen vakantieplek wel voldoet aan de standaarden alvorens de plek aan te doen. De Vereniging van Economisten in Suriname heeft vandaag twee aanbevelingen voor de regering gepubliceerd. De VES beveelt fundamentele herformulering van het ontwikkelingsplan op basis van de huidige economische situatie, alsmede de vooruitzichten voor de komende 5 jaar. Dit betekent dat er gefocust moet worden op een aantal belangrijke zaken op basis van realistisch ingeschatte budgetten. In een persverklaring laat de VES weten dat zij in een vroeg stadium had verzocht om vanwege de huidige financiële crisis het ontwikkelingsplan te beperken tot een kerndocument. Het ontwikkelingsplan moet volgens de VES duidelijke keuzes maken voor realiseerbare activiteiten die op de meest efficiënte manier de sociaal-economische doelen zouden realiseren. In een andere verklaring van de VES wordt er ook over de begrotingsbehandeling gesproken. Het behandelen van de begroting over het dienstjaar 2017, wanneer de helft van het jaar reeds is verstreken, getuigt volgens de VES niet van behoorlijk bestuur en ondergraaft de begrotingsfunctie als instrument voor economisch beleid. Leerlingen van de gouverneur J.R. Lauverschool uit Curaçao zijn vanaf vandaag in het district Saramaca voor een uitwisselingsproject. De groep is ontvangen door de leerlingen en leerkrachten van Mulo Mathura en samen hebben zij het vak Nederlands gevolgd. Ze kregen een rondleiding op het Monumentenplein, waarna de groep uit Curaçao ontvangen is door districtscommissaris Lakshminarayan Dubé. Hij wenste de groep een fijne tijd in Suriname toe en hij zei heel blij te zijn dat de groep zijn district heeft aangedaan. De komende dagen zullen de Curaçaoenaars verschillende bedrijven aandoen. Er is verder een cook-out en een culturele avond gepland. De Curaçaoenaars keren op zondag 9 juli terug naar hun land. En vandaag viert Johannes Bilkerdijk zijn 100ste geboortedag. Bilkerdijk komt uit een gezin van 3 kinderen waarvan hij de oudste is en de enige nog in leven. Van zijn familie heeft hij altijd de nodige steun gehad. Hij is een trouwe bezoeker van de kerk. Namens de president van de Republiek Suriname, Desiree Bouterse, mocht hij uit handen van de districtsecretaris, die op zijn beurt districtscommissaris Remy Polak vertegenwoordigde, de gebruikelijke enveloppen met inhoud in ontvangst nemen. In Venezuela zal het minimumloon opnieuw met 50% worden opgetrokken tot 97.351 bolivar, ongeveer 32 euro. Dat heeft president Nicolas Maduro bekendgemaakt. Het gaat al om de 3e verhoging dit jaar. Sinds april zijn er in Venezuela, dat al maanden onder een politieke en economische crisis leidt, aanhoudende protesten tegen de regering. Om de gemoederen wat te bedaren, voert Maduro nu opnieuw een verhoging van het minimumloon door.
Daarnaast wordt ook nog eens het tarief van de bijkomende voedselhulp opgetrokken tot 153.000 bolivar, dat is gelijk aan 51 euro. Op 8 februari werd het minimumloon al eens opgetrokken met 50% en op 30 april met 60%. De verhogingen zijn echter een druppel op een hete plaat. Het IMF voorspelt voor dit jaar een torenhoge inflatie van 720%. Door een busongeluk op de Duitse autosnelweg A9 zijn vanmorgen 18 doden gevallen en 30 mensen gewond geraakt. Het rokend geraamte van de uitgebrande reisbus staat op de A9 in Stambach. Met ervoor de oplegger van de vrachtwagen waarop hij is ingereden. Het ongeval gebeurde vanmorgen omstreeks 7 uur op de snelweg naar Nuremberg. De bus botste op de vrachtwagen voor hem die traag reed door wegwerkzaamheden. De bus vatte vuur. Tussen Münchberg Süd en Gevrees op Höhe Stambach is naar bisherigen erkennis een reisebus op een sattelzug afgefahren. Het had offenbar vorher een rückstau gegeven. En de bus en zum Teil ook de sattelzug zijn in vlammen opgegangen. Reddingshelikopters vliegen aan. Meer dan 200 hulpverleners komen naar de plaats van het ongeval. Op de bus zaten 2 chauffeurs en 46 passagiers, een groep bejaarden uit de deelstaat Sachsen. In de loop van de ochtend wordt duidelijk dat er 30 gewonden zijn, van wie enkele in levensgevaar. Er zijn ook meerdere reddingshubschrauber hier voor ort. Über den oder zu dem Verbleib dieser anderen Personen laufen derzeit die Ermittlungen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Bus bereits im Vollbrand und seit dem Zeitpunkt hat niemand den Bus mehr verlassen. Erst spreekt de politie over 18 vermisten, in de hoop dat de slachtoffers de brandende bus toch zijn kunnen uitvluchten. Maar in de loop van de ochtend gaan ze uit van verschillende doden. De politie vermoedt dat de 18 zijn omgekomen in de brandende bus. Een wetsdokter is aangesteld om de lichamen te identificeren en te bergen. Het is een van de ergste auto-ongelukken in Duitsland. De dodelijke slachtoffers zaten in een bus die volledig is uitgebrand. En in de Franse stad Avignon zijn gisteravond 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij nabij een moskee, aldus de Franse krant La Provence. Volgens de politie gaat het niet om terreur, maar om een afrekening in het criminele circuit of ruzie tussen jongeren. Bezoekers die de moskee verlieten werden rond 22:30 lokale tijd beschoten door 2 verdachten. Volgens de krant reden de schutters in een donkere Renault Clio en schoten zij met een vuistvuurwapen en een shotgun. Ze wisten na de schietpartij te ontkomen. 2 van de 8 gewonden moesten na het incident in het ziekenhuis worden opgenomen, zegt een bron die dicht bij het onderzoek staat tegen Reuters. Volgens de bron waren de moskeegangers niet het beoogde doelwit van de aanval. 4 van hen raakten gewond. Ook 4 bewoners van een appartement zo'n 50 meter verderop raakten gewond door kogels, waaronder een meisje van 7 jaar oud. Goedenavond.